change my mind from staying low to positive. Helemaal leuk dat je kijkt naar een nieuwe Let's Play. Ja, ik weet dat het duurde echt lang voordat er weer een Let's Play online kwam, maar ja. De meeste keren dat ik online kwam, vroegen mensen meteen op Skype en ik vind het dan gemeen om nee te zeggen of van ik wil ja, ik ga eerst een Let's Play opnemen. Dus ja. Maar ik probeer weer vaker Let's Plays op te nemen, maar ik ik kan het niet beloven. En ik ben alsnog heel blij met de 500 volgers op Insta en met de 240 abonnees. Dus daar wil ik jullie heel erg voor bedanken. Dat heb ik ook al gedaan op Insta en daar heb ik een video voor gemaakt. Hij is niet echt heel bijzonder, dat weet ik, maar alsnog wil ik jullie heel erg bedanken ervoor. En ik heb dankzij Liv, ponydochter, ja, paardendochtertje, heb ik ik heb dus op de Engelse site gekeken. Nou ja, gewoon sterstable, maar dan in het Engels op de site. En daar stond de informatie over het nieuwe gebied en over de halstertouwen. Dat die binnenkort komen. En ik ben echt zo blij. Als je het zelf wil zien, kijk dan gewoon op de site en zet hem dan even in het Engels. En dan kan je het ook lezen. Hij staat er helaas niet in het Nederlands. En Google Vertalen vertaalt het niet helemaal goed. Dus lees voor hoever je het snapt. Maar ik denk wel dat jullie het snappen. En ja, jullie zien sowieso dat de halstertouwen binnenkort komen en het nieuwe gebied. Dat kan je er sowieso wel uithalen. Dat is niet zo heel moeilijk. En voor de rest, ja. Liv en Elise zijn allebei. Elise is Flikker Maastricht aan het kijken. En Liv gaat K3 zoeken. K3 kijken volgens mij. Dus ik was met ze aan het skypen, maar niet meer. Omdat ze gaan kijken. En dat maakt me niet zo heel veel uit of zo. En toen dacht ik, ja, dan ga ik maar een Let's Play opnemen. Omdat het al zo lang geleden is dat ik een Let's Play heb opgenomen. Ik ga nog even appen. Ik moet alleen nog gevier en in verkoop. Dat heb ik het allemaal gedaan. En trouwens, ik vind die spookrit helemaal niet zo eng. Ik bedoel, ik schrik er niet van. Ik kan er nog wel een keertje in gaan zitten voor jullie, maar ik weet niet of dat zo leuk is. Dat jullie hem zelf waarschijnlijk ook al onderzocht. Dus dat is denk ik niet echt leuk voor jullie. Maar ik heb nog paardenmakmissies heb ik al gedaan. En van het raadslid die missie nog niet. Dus die ga ik hierna even doen. Ik moet alleen maar een kat zoeken of zo. Nee, niet ik. Ik ben een kattenkeetje, geen kat. Ja. En ja. Nog even hier appen. Zo, dat gaat snel in één keer. Jee, eten voor mijn paardje. Paardjes. Oké, paardentaxi. We bellen de paardentaxi. De mooie paardentaxi. I love you, paardentaxi. Yeah. Denk ik. Ja. Kijk, hier staan ze allebei weer pack. Dus, ja. Zo erg vind ik het niet. Wee! Oh, ho, 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 ho. Dat ging iets. Laten we even kijken wat hij allemaal voor ons heeft. Aan opdrachten. Oké. Hallo Ariana, je hebt niet toevallig een katje gezien dat hier normaal gesproken zit? Nee, alleen dan een hond daar op die ton. Ja, die. Nee? Waar kan hij naartoe zijn gegaan? Wil je me helpen om Nisse te vinden? Nisse. Elise moet nog maar 10 XP voor level 18. Ik moet nog iets meer.
En, oh ja, dinsdag ging ik met Tier van school, ja, ging ik paardrijden. En dat vind ik echt, vond ik echt superleuk. En toen zat ik dus op zo'n fjord, dus een beetje zoals winter. En die fjord heette Sven. Dus nu is winters bijnaam Sven. Leuk, hè? Ja, leuk. Ik vind het wel een grappige naam, Sven. Alleen hij was een beetje ondeugend. Beetje heel erg. Maar voor de rest was het echt een liefie. Behalve dat hij een beetje ondeugend was. Maar tja. Dat maakt niet zo uit. En wat ik wel grappig vond, is dat twee jongens uit mijn klas ook gingen paardrijden. Vooral de mijne. Maar ook twee jongens. En dat vond ik wel grappig om te zien. En even kijken. Ava Nurstorm is nog online. Interessant. Pasje. Elise. Oké. Ja, oké. we gaan verder met zoeken. Wat kan ik nog vertellen? Oh ja, ik heb over 2 weken heb ik proefwerkweek. Dus dan zullen er sowieso niet zoveel video's online komen. Zal ik ook niet zo vaak online zijn. Maar dat begrijpen jullie wel. Dus, weten jullie dat ook weer? Ik ben wel blij. Ik ben die woensdag in de proefwerkweek hoef ik niet naar stage. Het mag wel, maar ik hoef niet. Dus ik ga niet naar stage. Omdat mijn stage nu al weet dat ik niet kom op die dag. Dus dan ga ik niet zeggen van dat ik wel opeens kom. Dus dan kan ik op zich misschien nog voordat ik ga leren voor de rest van mijn proefwerken of nadat ik geleerd heb, kan ik nog een let's play opnemen op woensdag. Dat zou nog wel kunnen, maar ik denk niet. Ja, en op vrijdag misschien, maar niet echt door de weeks voor de rest. Misschien moet ik wel eens een keertje een vaste uploaddag maken, dat ik echt een video ga uploaden, maar dat weet ik nog niet, want ja. Ik kan het op zich wel doen misschien, maar dan wordt het denk ik ergens in het weekend dat ik echt zo'n vaste heb. En dan ook nog kans dat je in die week ook daar nog een let's play krijgt. Dus niet alleen op die vaste uploaddag. Stel ik doe het op zaterdag, die vaste uploaddag, dan upload ik sowieso een video op zaterdag. Een let's play dus, eigenlijk. Dan kan het ook nog zijn dat ik als bijvoorbeeld tijd over heb, dat ik dan nog een let's play ergens in die week nog opneem. Dus niet alleen op zaterdag. Het is niet dat als ik een vaste uploaddag heb, dat ik dan alleen op zaterdag ga uploaden. Het kan ook zijn dat er opeens een extra video, extra let's play online komt of zo, omdat ik meer tijd heb. Dus ja, ik denk dat jullie dat leuk vinden. ik weet niet. Nee, ik heb geen schorre stem. Ik voel het een beetje wel zo. Oké. Daar is Nisse. Super dat je hem hebt gevonden. Hier, neem dit kleine cadeautje van me als bedankje. Oh, ben ik daar blij mee? Nee, daar ben ik niet echt blij mee. Als je het eenmaal aan hebt, wil je het nooit meer afdoen. Nou, echt wel. Ik ga het niet eens aan doen. Daarvan. Ja, wat ik voor de rest nog kan doen, is ja, al mijn paarden zijn level 15. Maar dan heb ik een foto van. Een video van gemaakt. Maar ja, ik kan echt een nieuw paard gaan kopen. Misschien dat ik morgen een nieuw paard koop. Dus eigenlijk wordt dat voor jullie denk ik vandaag. Ik denk dat ik hem op zaterdag upload, deze video. Ik denk dat ik in de volgende let's play ga vertellen of het doorgaat van die vaste uploaddag of dat het niet doorgaat, denk ik. Dus ik moet er even goed over nadenken of ik het wel echt wil, maar ik denk wel dat ik het zou willen. Maar ik ga nu niet opeens zeggen van ja, oké, ik wil het. Want ja, ik ga er nog eventjes over nadenken. Maar ik denk dat het grote kans wordt dat het wel zo is. Maar
Ik hou jullie in spanning. Oh, wat ben ik gemeen. Wee. Spring. Oh ja, en ook bedankt voor al die lieve berichtjes onder die foto van je hebt het verdiend en zo. Van die 500 volgers. En ja, op Insta van die foto van de 500 volgers. En op YouTube krijg ik ook allemaal lieve berichtjes op die video van dat ik de 42 subs heb. En daar ben ik heel blij mee. Dat ik er veel meer verdien en zo. En dat vind ik echt allemaal lief. Dat jullie het allemaal zeggen. En ja. Ik vind het gewoon lief. Ja, ik weet niet. Jullie steunen mij. En oh. Jullie steunen mij van ja. Ga zo door. En ik hou van je let's plays of zo. Nou. En je hoeft niet per se te zeggen dat je grote fan bent of zo. Dat hoeft voor mij niet. Echt, dat hoeft allemaal niet voor mij. Ik ben al lang blij als je mijn video's leuk vindt. Dan maak ik me al heel blij. Dan hoef je nog niet per se een grote fan te zijn. Of gewoon een fan. Het hoeft niet. Ook gewoon vrienden. En ja, ik probeer iedereen. Wacht, wat? Wat wil ik nou zeggen? Ik snap, laat maar. Ik ga het niet zeggen. Ja. En ik. Oh ja. Ik denk dat ik dat wel probeer te zeggen. Ik probeer met iedereen vrienden te zijn. Maar helaas, mijn vriendenlijst zit ook op een gegeven moment vol. En dat zit hij nu ook. En. Ja, nu doe ik niet alsof ik heel populair ben of zo. Maar. Als er de mensen naar me toe komen. Wat niet heel vaak gebeurt, maar. Als er mensen naar me toe komen en die zeggen, wil je vrienden worden? Dan probeer ik dat meestal wel voor de meeste. Maar ja, ik krijg dan ook van die mensen die zeggen van, ja, waarom heb je me als vriend verwijderd? En ja, dat is gewoon omdat ik andere mensen niet wil teleurstellen. Omdat, ja, ik wil niet onaardig zijn. Ik wil gewoon lief zijn voor iedereen. En ik zeg van, ja, nee, oh, sorry, mijn lijst is vol. Ja, dat doet Elise wel, maar dat snap ik. Zij krijgt duizenden vragen van, wil je vriend worden? Wil je vriend worden? En dan snap ik wel dat je zegt van, ja, dat ze geen vrienden meer verwijderd. Omdat ze vriendenlijst vol is. Dat snap ik. Ik ga dat later denk ik ook wel doen, want ja, nu nog niet. Nu heb ik daar niet zo heel veel last van, maar ik denk dat ik dat later wel ga doen. En ik denk dat ik morgen deze Noordzee ga kopen. Dus op zaterdag. Dus eigenlijk vandaag. Want ik upload deze video op zaterdag. En het is vandaag vrijdag. Ik denk dat ik dan deze ga kopen. Gewoon omdat ik één Noordzee heb. En ik vind het wel leuk om nog een Noordzee te hebben. En dit is Big Friend van... Dit kwaaltje. Ik ga niet Big Friend noemen of zo. Ik moet nog echt een naam denken. En ja, weet je? Weet je wat? Zet hieronder in de reacties als je een leuke naam weet. Gewoon, kan je gewoon naam zeggen van ja, oh, ik weet een leuke naam. En dan zeg ik een naam. En dan kan ik er misschien even kijken welke naam leuk is. En hoe ik hem dan ga noemen. Want het wordt echt tijd dat ik een nieuw paard koop. En ik denk dan dat ik Supernova op vakantie ga sturen. Want daar zit ik niet zo heel vaak meer op. En ik heb ook nog een Quarter en een Morgan in mijn thuisstal. Dus ik heb er al drie. Oh, nee. Ik ga niet in mijn thuisstal. Laat ik het maar niet doen, anders ga ik uit op. Ik denk dat jullie weten wat ik bedoel. Ik ga even naar Marley. Daar staat hij namelijk. En dan weten jullie helemaal wie ik bedoel. Dus laten we even gaan kijken.
Ik ga deze lesplanetje heel lang maken, want ik weet het niet. Oh, waarom ga ik hier die andere kant? Ja, hierin. Deze. Die ga ik dan op vakantie sturen. Want daar zit ik niet vaak meer op. Dus dan weten jullie dat. Ja, ik heb heel veel. Ik heb morgen 3. 3.354. Yay. Ik ga een raceje doen. En dan na deze race ga ik denk ik even de LP afsluiten. Want ik weet niet meer wat ik moet doen dan. Dus ja. En de reden dat ik het nu zonder muziek doe is omdat ik bang ben dat dan weer het geluid wordt gedempt in de video. Echt, ik vind het heel stom dat die vorige Halloween-video zonder geluid was. En daarom wil ik dat het niet nog een keer voorkomt. Dus daarom gebruik ik geen muziek meer in mijn video's. Misschien dat ik het eronder zet, maar ik ben bang dat het dan alsnog wordt ontdekt en weggehaald. Dus laat ik dat dan maar niet gaan doen. Meestal doe ik die andere race ook, maar nu betreft geen zin. Weet je, ik laat die spookrit ook nog wel zien. Ook is die super saai en is die helemaal niet eng. Ik laat hem alsnog zien. Weet je, gewoon omdat ik me verveel en ik de let's play gewoon langer wil maken. Maar daarna ga ik hem echt afsluiten. Rennen, 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 paardje, rennen. Sneller. Wee! Wow, ik sprong. Bijzonder. Maar misschien heb ik ook wel Non-Star Rider. Nou, mensen die Non-Star Rider zijn en die deze video kijken. En dan weten ze ook meteen hoe dit gaat. Maar ik denk dat die mensen ook wel andere video's hebben gezien van deze rit. Dus, ja. Laten we eens even gaan kijken. Oh, je kan hier niet meer. Je kan hier nu niet meer. Je kan hier nu niet meer met je paard omhoog. Wauw, wat moeilijk zeg. Zo, oké, daar gaan we hoor. Daar gaan we. Uh-oh. Wat vind ik dit eng? Maar niet heus. La 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 la. Oh, ik schrok. La 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 la. Ik schrok helemaal niet. Hoorden jullie dat ik schrok? Nee, ik schrok niet, want ik schrok ook niet. Logisch. Kijk, ik kan gewoon praten en zonder dat ik schrik of zo. Ik heb deze maar één keer gedaan, maar ik schrik totaal niet. Oh my god. Zij dus blijkbaar wel. Maar ik niet. Kijk toen hoe erg ze schrikt. Ik schrik totaal niet. Oh wauw, wat eng. Ratten. Oh, een pompoen. Eng. Oh, skelet. Oh, ik schrok niet. Oeh, spin. Wauw. Interessant. Oh, meneer Campbell. Oh, wat doe jij hier nou? Dat mag niet. Ja, eerlijk gezegd. Eerlijk zeggen, hij is een spook, toch? Ja. Hij is een eng en gemene spook. Wat? Eng en gemene spook. Ja. Tuurlijk. Dag, man. We zijn bijna klaar. Yay. Vleermuizen. Yay. Zo realistisch. Dit. Heel realistisch. Ik weet het. Nee, dus. Pompoen die beweegt. Oh, daar ook een pompoen. Oh, ik schrok totaal niet. En kijk, daar is einde alweer. Oh, hoe heet die nou? Oh, wat? Daar kom ik nu pas achter. Oké. Kom ik aan het eind van de rit achter dat je zo kan bewegen. Dat wist ik niet eens, joh. Lol. Nou ja. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Ja. En ik
Ja, gewoon, ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Bedankt voor de 240 subs en de 500 volgers op Insta. Als je hem nog niet volgt, volg hem dan even op Insta. Als je wil, hoeft niet. En abonneer dan ook even op me, als je dat nog niet hebt gedaan. Als je wil. Het is niet verplicht. Maar ik zou het leuk vinden. En dan zie ik jullie graag bij een volgende Let's Play. Doei doei!